Live vanuit het vakantiehuisje van de internetgeneraal is hier de internetgeneraal. Yo, orde, Banjo Legioen en welkom bij deze nieuwe video. Een speciale video over de Feed Awards en het avontuur wat wij er hebben beleefd buiten de camera's van Feed On. Ik was het hele weekend aan het werk, dus dit is een vrij snel gemonteerde video. De keiharde muziek die gespeeld werd tijdens Feed helpt niet heel erg mee aan de audio, maar fuck it. Het was oprecht een hele vette rare dag. Ram alvast op dat duimpie en dan ga ik lekker uitbrakken hier zo. Ha. Direct beginnen bij het schandalige. Ik heb een kopberg gewassen en aan de washangding laten hangen. Ik moet met mijn jas vandaag. Kerpen waren kief duur, dus ik heb rood lint gekocht en aan de achterkant aan elkaar getaped. Het is nu 3 uur, de inloop begon om 3:15, dus we moeten nu ook tempo maken. Ook voor jou, Sheriff. Koning heeft altijd een nestel. Dat is dat gouden draadje, dit hè. Ah, oh, ja, ja. Hé, hey, meiden. Meiden? Wat is dit, Jordi? Je hebt... Sorry, de camera staat aan. Je bent genomineerd voor je coming out en dan ga je me dit flikken op de dag van de nominatie. Even, ik wil gewoon, Jordi, ik wil dat je 24 uur nog even gay blijft. Dit kun je niet flikken nu. Ik wil heel wat vertellen, maar laten we dat nu niet doen. Ja, doe het op het podium. Als we willen, kunnen we zeggen, we willen iedereen bedanken dat ze dit doen met de coming out van Jordi. En dan kan jij komen en dan zeg je... Ik heb laatst nog een keer iets gedaan en ik denk toch dat ik niet gay ben. Oh, dus die hele docu van ons is voor niks kwijt. Ik dan, dit zijn gewoon... Dit is avondvierdaagse. Heb ik afgesproken in de video. Tuurlijk, hebben we ook. Make Banjo Great Again Patches. Dat was er een probleem, Jordi, voor jou. Ja, ik ben een probleem. Ja, natuurlijk, je hebt meerdere problemen. Ja, maar dit is echt wel één probleem. Ik wil laten de rest niet bij te houden. Ik heb voor jou... een pilotensetje gekocht. Oh, wat lief. Ja. Wat is die dan kapot? Ik heb dit dingetje valt er direct vanaf. Ik heb er 2 op en ze zitten allebei. Hoe kan deze er vanaf zijn? Waar is die? Ik zat te denken, zijn witte handschoentjes leuk als echte dictator? Ja, tuurlijk, let's go. Ja, dat ziet er een beetje raar uit. Denk iedereen één handschoen op. Bij de Black Power Movement hadden ze dat ook. Deze alle zwarte mensen zo een vuist in de lucht. Dat gaan we niet doen op podium. Oké. Het is een influencer evenement, dus... In je borstkastje, daar proppen wat geld. Ja. Een open vakje? Nee. Echt niet? Nee, dat... Nou, één broedzak. Wacht nou even, ja, Vincent! Ik ben... Ja, wat hou je bek! Lul. Rot om, Vincent! Ja, ik ben bezig! Niet in mijn tepel. Niet in mijn tepel. Zijn jullie YouTuber? Ja. Echt? Ook voor je boven. Mag ik voeten voor jullie maat? Ja, natuurlijk. Oh ja, ik ben... Oh, geweldig. Zoals dit is. Hey, let's go. Hallo, let's go! Ik vind wel, al die andere YouTubers die doen zo overdreven. Hè? Ja, wij hebben bijna niks erover gezien. Iedereen met zijn hashtags, wij hebben niks gedaan. We gaan hier gewoon naartoe. Gaan we met z'n allen erin? Waarom ja, man, let's go. Ah, oh, man, ik hoop echt dat mijn ouders nog trots op me zijn. Ik twijfel er erg over. Ja, vandaag kunnen we het wel. Alleen, waar moeten we hier erop? We moeten daar tussendoor volgen, maar daar ging Rick net over. Oh. Snelle foto kunnen. Bardo, we moeten echt op. Bardo, we gaan zo naar het. Oh, moeten gaan. Ja, denk ik. Nou, daar gaan we. Vierde hoor. Oh jezus. Weer met Dylan. Mooi is, die kinderen kennen ons allemaal niet. Mag ik een foto? Nee. Als de kinderen nog één keer Kelvin roepen. Ik maak even short. Ik ben klein. Dat is heel mooi zo. Dan moet je van jou weer opmaken. Het is aan jou. We zeggen hey! We zeggen hey! Jongens, zijn een stuk in hun reisje. Ik weet ook niet wie het zijn natuurlijk. Dus er komen toch 2 mensen hier naar het podium. Ja. Lekker hoor! Ja. Make money again! Yeah! Woo! Woo! Woo!
down the road. Ja, nee. Zo, je bent hier om de woord uit te reiken voor beste serie. Laten we eerst even gaan kijken naar de genomineerden. En daardoor kan Dennis, die moet dus daar zitten. Dit zijn de genoemde. Ja, Bardo. Daar ga je al misschien bij. Zo. Zullen we gewoon gaan kijken? Oh, daar gaan we weer. Ga naar... Jeremy! Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hey, you great again. Een moment van dank. Het gaat verder. Het houdt hier niet op. We zijn nog niet klaar. Strijden tot het einde. Jongens, ik heb één ding te roepen hierop. En dat is nummer 59. Nummer 59! Nee, ik ben jou! Het is ook echt, hè, dat je denkt. Heren, volgend jaar kunnen we op jouw steun rekenen. Ja? Ja, awesome. Ik wil af en toe naar de nakkie. Ja, cool. Kijk, even kort samengevat, het zijn gewoon allemaal homo-haters, Jordi. Ja, dat zeker. Jij komt uit de kast, iedereen wordt gehuldigd. Jij komt uit de kast, niemand wordt gehuldigd. Dat is kut. Het is echt zo. Het is echt heel nak. Ik heb een aantal acties uitgehaald om... Make Banjo Great Again weer op de kaart te zetten. Je hebt zelfs je eigen shirtje trouwens gemaakt, man. Hele dikke stapel voor jou. Het boeit hem ook helemaal niks. Nee, ik ga het gewoon... Laten we eten. Ja, je gaat wel even teststaken. Ah, kut! Ga Boy mee. Ja. Want we moeten nu één award winnen. Dat is het alles wat we willen. Eén award. Ja, stuk TV. Wie kan jij zijn, hè, Giel? Dat wil je niet. Dat wil je niet. Ik ben niet bang om deze te gebruiken, deze bad boys. Zo ziet verslagenheid eruit. Verslagen? Man, we kunnen doorgaan met uploaden. Oh ja, we hebben nog iets te doen, Vincent. We mogen door. Is dat zo? Ja. No, we just lost an award. We need an award ourselves. Sorry, man. If you find the slinkse rij, ga tell him. Bring it to us. No, you shouldn't walk away. By the way, it's Slice TV. It's not slinkse rij. It's Slice TV. Kan je Make by a Great Again roepen? Nee. Als je dood bent, take the L. En dat hebben we ook gedaan. Jeremy zag ik echt niet aankomen in comedy dat hij überhaupt genomineerd was. Laat staan winnen. Ironisch genoeg is hij de enige van comedy tegen die wij geen actie hebben gevoerd. Oké, van je fouten moet je dan maar leren. En laat ik heel duidelijk zijn over deze uitslag. Deze uitslag is 100% volkomen perfect voor ons. Als wij deze award hadden gewonnen, hadden wij geen plan meer. Hadden wij nul uploads gehad en wisten we niet wat we moesten doen. Maar we hebben verloren en daardoor kunnen wij een jaar lang verder gaan met Make Banjo Great Again. De actie gaat gewoon verder en we kunnen nog gewoon een jaar lang doorgaan. En geloof me, het wordt groter en beter dan je ooit dacht. Ik bedoel, als zelfs Stuk TV overtuigd is van ons en onze naam aan het gillen is in de livestream. Banjo! 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 Banjo!
dan moeten we wel het goeds hebben gedaan. Dit jaar gingen wij voor 1 nominatie en kregen er 2. En volgend jaar gaan wij voor veel en veel en veel meer dan dat. De nieuwe missie van Make Banjo Great Again is geworden... 1 award waar dan ook pakken. Fuck it. Omdat wij deze veldslag hebben verloren, kunnen wij doorgaan met uploaden. Om uiteindelijk de totale oorlog te gaan winnen. Influencers, strijdenvloggers en millennials, geniet van je prijs. Want de L van Minerva komt je pakken. Nu is er geen einde meer. Wij gaan voor elke award die we tegenkomen. En eerlijk, wat hebben we gelachen. Ik heb zin om nog meer van deze shit te maken. 1 dingetje nog op het einde. Terwijl heel Feed bezig was, heb ik niet op mijn telefoon gekeken. En toen ik uit Feed kwam, zag ik in 1 keer dat hashtag Feed Corrupt Trending Topic was. Net op de Telegraaf.nl een artikel geschreven was waarin alle tweets van het Banjolegioen werden aangehaald. Later deze week komt daar nog een video over online. Met meer ervaringen en verhalen van mij achter de schermen. Ik zou echt wel durven twijfelen of Feed echt corrupt is. Ik denk het namelijk gewoon niet. Later deze week meer daarover. Voor nu, bedankt voor het kijken. Geef Nick een like en abonneer hier beneden. Wat een krankzinnig vette campagne was dit.